bijzondere dag. Vandaag kunnen we eindelijk de plannen presenteren hoe de nieuwe Asserdijk eruit gaat zien. Dus een bijzonder moment. Deze speciaal ontworpen betonblokken moeten de dijk veiliger maken. Dat is het levelblok. Het is een nieuw blok wat we speciaal voor de Asserdijk hebben ontwikkeld. Het is een blok dat weegt 6,5 ton, 6.500 kilo. Daar gaan we er 75.000 van maken. We hebben de kraan die eerder is gebruikt op Maasvlakte 2. Die hebben we van de rupstellen afgehaald. Die hebben we op een ponton geplaatst. De ponton heet de Titan. Die gaat gemobiliseerd worden om dit te doen. Zodat die hele dijk versterkt kan worden vanaf het water. En dat de hinder beperkt wordt voor de weggebruikers. Als we een beetje inzoomen op Den Oever. Er komt vanaal de nadruk ook te liggen op het kwijtraken van water, als ik het zo mag zeggen. Klopt, water wat nu via de IJssel op het IJsselmeer komt, moet afgevoerd worden via de spuisluizen. De spuisluizen bij Kornwerderzand, de spuisluizen bij Den Oever. Die capaciteit is onvoldoende en daarvoor gaan wij bij Den Oever een aantal nieuwe spuisluizen bouwen. Maar we gaan ook een nieuw gemaal bouwen. En dat allemaal naast de bestaande spuicomplexen bij Den Oever. De zaak om zoveel mogelijk water zo snel mogelijk kwijt te raken. Dat klopt, ja. Dat is een heel deel van Nederland is ook afhankelijk van de veiligheid voor het water wat in het IJsselmeer zit. Dus als we dat snel kunnen afvoeren, kunnen we ook voor iedereen die langs het IJsselmeer of Markermeer woont de veiligheid garanderen. Het was een historisch project toen het begon. Hoe historisch is deze renovatie? Het is een icoon en het blijft een icoon. En ik denk met de zaken die wij nu toevoegen, dat de iconische waarde alleen maar vergroot gaat worden.